Met Giel. Yo, Giel met Frank. Hey, Frank. Hey, hoe is het leven? Ja, prima. En die van jou? Nou, hele bijzondere dag vandaag, want ik ga eindelijk de belangrijkste persoon in jouw familie ontmoeten. Ik ga naar Thijs toe. Een van de belangrijkste, ja. maar maak er wel alsjeblieft iets leuks van. Ik probeer altijd heel erg mijn familie te beschermen. En nu voor het eerst is dat een van mijn broers nu, zeg maar, op beeld komt. Maar ik ben wel zenuwachtig, zeg maar. Nee, maar dat hoeft helemaal niet, joh. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd naar zijn leven en hoe dat is om het broertje van de Giel de Winter te zijn. Komt helemaal goed. Thijs! Hi! Nou, je welkom. Lijkt niet. Nee? Ja, ik zie er helemaal niks van. Ik ben de rode variant. Nee. Jezus, man. Ja. Ja. Nee, ik geloof het. Jij bent de broer van Giel. Ja. Kom verder. Dankjewel. Giel de Winter, de eerste en allergrootste YouTube-sensatie van Nederland. Met 2 miljoen abonnees en elke video die trending gaat, heeft StukTV YouTube naar een nieuw niveau getild. Maar hoe is het om al dit succes van dichtbij mee te maken? En ook nog eens ongelooflijk veel op je bekende broer te lijken. Ik ga het vragen aan de broer van Giel de Winter. Want wie is Thijs? Ik heb 1 oudere broer. Ja. Maar Giel die is de derde van ons. En 1,5 jaar jonger als dat ik ben. Ik ben 30. En ik woon hier in Uden. Dus jij hebt ook van heel dichtbij gezien hoe Giel in 1 keer nou gelanceerd werd. Ja, het is begonnen bij ons 7 jaar geleden of zo, 6 jaar geleden. En hij kwam aanzetten van, goh, ik wil eigenlijk iets van een YouTube-kanaal beginnen. Met de naam Stuk. Wilde een soort van, ja, wat zal het zijn, jackass, dumpert-achtig iets worden. Ja, dus we zeiden ook, ging een beetje brainstormen van misschien moet er wel iedere week een lekker stuk van de week zijn of dat soort dingetjes. En wanneer merkte jij dat er iets ging veranderen ook bij Giel? Dat hij herkend werd? Ik ben eigenlijk heel blij dat Giel al vrij snel in ieder geval aan de bel heeft getrokken. Dat hij wilde absoluut niet veranderen. Hij wilde nog steeds diezelfde persoon blijven. Dat is ook een van de redenen waarom hij hier in Uden is blijven wonen. Een paar keer heb ik hem betrapt op het feit dat ik hem vond veranderen. En toen barstte hij ook eigenlijk in tranen uit. Maar hij heeft daar een mental coach voor in de armen genomen om te zorgen dat hij hoe dan ook altijd dezelfde persoon zou blijven. Hij probeert zoveel mogelijk ons wel te laten profiteren van zijn succes. Dus hij neemt ons mee naar Ibiza met z'n allen. Maar hoe staat de kersttafel, weet je wel? Dan is Giel weer met een helikopter naar Cannes geweest. Ik ben er wel altijd in voor een weddenschap. Dus hoe is het aan de kersttafel? Dan zegt Giel van, hebben we net het toetje gehad en ons chocolademousse. En er was een gigantische bak was er over. En dan zegt hij tegen mij heel makkelijk, Thijs, als ik jou 50 euro geef, eet jij die bak mousse leeg. Ja, en dan deed ik dat. Ja, ik heb al 50 euro verdiend. Wat goed, zo maak je er ook lekker misbruik van. Nou ja, dat doet hij regelmatig. Is het nou allemaal leuker geworden of minder leuk door het succes van Giel? Nee, ik zou absoluut niet willen ruilen met iemand anders. Nee, het is zeker wel leuker geworden. Gelukkig is het allemaal normaal gebleven. Ik heb Thijs gevraagd om wat familiekiekjes bij elkaar te verzamelen. Want ik ben wel benieuwd hoe het er vroeger aan toe ging. Wat is dit? Wat zie ik? Ik heb hier 2 hele grote foto's. Dit is een foto. En die is gemaakt toen wij op vakantie waren in, volgens mij, meen ik, Zuid-Frankrijk of Spanje. Nou, en deze foto, die hebben wij 2 jaar geleden weer opnieuw geschoten. Ja. Toen wij op broersweekend waren in Finland. Ja. En dat is deze foto geweest. De kleding is er niet op vooruit gegaan, hoor. Nee, de kleding is absoluut niet beter op geworden. En, ja. En ook toen heeft Giel een weddenschap gedaan. Ik moest daar het water in springen en dan kon ik 80 euro verdienen. Nee joh! Ja. Ja, nou gedaan. Wat een klootzak, die Giel. Ja, ja, ja. Is het soms een beetje een klootzak? Absoluut. Ja, hè? Ja, nee, maar leuke klootzak? Ja, wel leuke klootzak. Ja. Ja, zeker. Hebben jullie wel eens ruzie gehad over meisjes? Nee. Hoe is Giel met meisjes? Ja, hij heeft nu al een hele lange tijd een vriendin. Overigens superleuk omdat we nu toch naar deze foto zitten kijken. Ja. Er is een foto van Giel en zijn vriendin. Die al in de peuterspeelzaal, ze waren eigenlijk foto's aan het bekijken van vroeger. En in 1 keer kwamen zij een foto tegen en toen zeiden ze allebei tegen elkaar, hè? Volgens mij zijn wij dit allebei. Ja, nee, dat is heel mooi. Hebben ze bij elkaar in het klasje gezeten? Ja. Ja. En toen zag hij er niet staan? Nou ja, jawel, want ze stonden naast elkaar op de foto. Maar ja. Vervolgens hebben ze elkaar pas veel later echt leren kennen. Ik heb een leuke verrassing voor je. Nou. We gaan geen quizje doen, ook geen spelletje doen. Maar Giel heeft even voor jou een boodschap ingesproken. Is dat te gek of niet? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Want ik had hem net hiervoor ook al aan de telefoon. Een fantastisch moment om nu eens te vertellen hoe trots ik op jou ben.
Want dat mag zeker ook gezegd worden. Je bent iemand die altijd voor de volle 100% ergens voor gaat. En ik zie veel mensen die zich ergens in vast weten te bijten. Maar jij bent daar echt een onwijze topper in. Daar ben ik heel trots op. Soms ook wel een tikkeltje jaloers. Want jouw doorzettingsvermogen zijn echt enorm hoog. En een groot compliment is dat jij ervoor zorgt dat de familieband tussen iedereen goed blijft. En goed is. Dus daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Geniet van deze dag en we spreken elkaar na de opnames. Dat had ik nou niet verwacht. Nee, dat vind ik heel lief. Ja, zeker. Goed, denk, oh, want ik zat hier van tevoren, ik heb hem dus opgebeld. En ik zat echt te denken, want het zou zomaar kunnen zijn dat dit hele gebeuren gewoon een opgezet plan was om mij in de maling te nemen. Je weet het wel nooit met Giel. Ja, je weet het niet. Nee, je moet altijd op je hoede zijn. Dus ik dacht nu ook al, toen ik de filmpje ga zien, dan is het niet in eerste instantie dat je denkt van zo'n mooi filmpje krijg je. Wanneer begon je een beetje op hem te lijken? Ja, eigenlijk pas sinds afgelopen jaar, denk ik. Groei je eigenlijk iets meer naar elkaar toe. Ja, dat petje, ja. Ja, we zouden het kunnen proberen. Als ik het petje nu op zou zetten. Ja, ja. En we lopen ergens, weet ik het, door het centrum. Of, ja, dan maar zullen dit mensen, is bizar. Dan zullen mensen wel denken dat ik Giel ben. Zullen we het eens proberen? Ja, we kunnen het. Oké. Ja. Jij doet een petje op en gaan kijken wat er gebeurt. Ja, dat is goed. Hé, hey, wat gaat er gebeuren als jij met een petje door het centrum loopt? Geheid dat mensen Giel gaan roepen, verwacht ik. Want het zou raar zijn als ze dat nou niet gaan doen. Maar ja, goed. Maar zeggen ze dan, hey Giel, je bent te gek? Of hey Giel, klootzak? Nee. Ik heb nooit negatieve dingen gehoord. Nee. Nee, zeker niet. Nee, ze willen eigenlijk altijd meteen op de foto of dat soort dingen. Ja, en dan voel je lullig. En dan zeg je, nee, ik ben Giel niet. Ja. Daar gaan we. Oké. Ik ga je ook Giel noemen dan. Ja, nee. Hey Giel, waar gaan we heen? Ja. Met een petje op zijn hoofd en een zonnebril op zijn neus lijkt Thijs als twee druppels water op zijn broer Giel. Eens kijken of ze dat in Uden ook zien. Ik zie daar bij de Kruidvat wel wat kinderen hoor. Zijn die te jong? Ja, dat weet ik niet. Zie je? Kijk dan. Ja, daar gebeurt er wat. Die moeder vooral. Ja, dat is leuk. Zag je met wie ik liep, of niet? Ja, zij wel. Wie was dat? Dacht je dat dat Giel was van Stuk TV? Ja. Het was zijn broertje. Ja, het was Thijs, maar die lijkt heel erg op hem. Maar ook leuk, toch? Doei. Ja, dit is toch een beetje ongemakkelijk, ja. Misschien moet je gewoon je petje afdoen. Scheelt dat? Ja, dat scheelt, hè? Zeker. Aan de rand van Uden ligt een natuurgebied dat een hele grote rol heeft gespeeld in het leven van de broers. En misschien ook wel alles bepalend is geweest voor Giel. Voor Stuk TV hadden we samen met Giel en een andere broer een bedrijf, wintertjes.nl. En we deden toen feesten organiseren in de regio. En het leek ons toen leuk om een illegaal dancefeest te organiseren, midden in dit natuurgebied. Hoeveel man zou er komen? Nou, uiteindelijk is het feest niet doorgegaan, want de politie die was getipt. En ze hadden ongeveer gegokt dat er 500 man wel zou zijn gekomen. En dit zou dan fiasco moeten zijn geweest. En dat was het ook. Nou, het was eigenlijk een beetje een Project X. Ja, en het grappige is dat Giel die is net nadat we dus het feest hadden opgedoekt, is hij met Stuk TV begonnen. En waar eigenlijk Stuk TV groot mee is geworden, is het feit dat Giel samen met Thomas toen naar Haren was gereden. Ja, om daar een, dat was die eerste Project X? Om een of ander documentaire achter iets te maken, zonder een of andere reden. Puur alleen maar, wij gaan daar filmen. En zij stonden op een gegeven moment in de Albert Heijn, toen die geplunderd werd, te filmen. Daar waar NOS en RTL niet durfden te komen, stond Giel en Thomas stonden daar wel. En die beelden hebben ze voor behoorlijk wat geld verkocht. En hebben ze eigenlijk de start van Stuk TV kunnen doen. Nee joh, ja. Bizar. Dat is van een Project X feest wat er niet is gebeurd. Ja. Doorbraak Stuk TV. Ja. Is er één verhaal wat niemand weet van Giel? Wat heel veel mensen niet weten is dat vroeger toen Giel jong was, toen heeft hij op hoog niveau is hij gaan hardlopen. En hij heeft getraind in hetzelfde team als Rob Jetten, die nu in de politiek zit. Nee. En zijn er nog vrienden Rob Jetten en Giel? Nee. Want toen ik er eigenlijk aan Giel vroeg, toen wist hij in principe er niet zo heel veel van. Maar hij heeft er wel mee getraind. Hardloopmaatjes. Ja. Mag ik jou eens bedanken? Ik vond het fantastisch dat je het wilde delen. Ja. Dank je wel, hè. Graag gedaan. En nu moet ik die duimpjes omhoog doen, volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Dat doet Giel ook altijd. Ja, wat doet Giel dan? Abonneer op dat kanaal, hè. Ja, kanaal. Radio 538. En duimpjes omhoog. En laat ook eventjes weten van wie het leuk zou vinden om de broer of zus te zien na Thijs.
In de comments ergens. Ja. Ja. Was het goed zo? Ja, volgens mij wel. Ja, wel. Ja. Ja.